En nu komt er wat druk aan de buitenzijde van Vastermo Castor. Die heeft verzameld in het dode spoor gezeten. En gaat eens even kijken of die koploper misschien te knakken valt. Daarachter hebben we dan aan de binnenzijde het nummer 5 van Coral D. Goed geplaatst, maar wel met de prop al uit de oren, Mark Schermer. En daarachter hebben we dan aan de binnenzijde nog altijd die Kolk P voor paard nummer 8 Lois Lane. En ze gaan dan door de bocht op weg naar de overzijde van de baan. Doen dat voor de laatste maal. En Newton Renka versnelt. Vastermo Castor aan de buitenzijde moet op dit moment heel even passen. En daarachter hebben we dan aan de binnenzijde Coral D. Met aan de wijde buitenzijde Lois Lane. En aan de binnenzijde probeert ook naar voren te komen die Kolk P. Maar die loopt zich daar toch een beetje vast. En Newton Renka die lijkt de zaken aardig onder controle te hebben. Als Lois Lane aan de buitenzijde nu sterk naar voren komt. En Coral D zo dadelijk ook de ruimte hoop te krijgen. Het is aan de leiding. Nog altijd die Newton Renka. Maar daar komt aan de buitenzijde een geweldige outsider Lois Lane. Terug in topvorm. En die komt dichter en dichterbij. Met daarachter dan op de derde plaats aan de binnenzijde Coral D. En die krijgt dan nog een aanval van Kolk P. Maar het is hier heel gemakkelijk ter zegen. Paard nummer 3. Oh jongens, het wordt wel een beetje krap daar naar de finish. Maar het loopt gelukkig goed af. Het is Newton Renka die het wint. Tweede is aan de buitenzijde. Nummer 8 van Lois Lane. En derde de 4 Kolk P. En voor Hilton Tjalsma kon het wel eens een hele bijzondere dag zijn na de winst met Marco Swiss. Dus een dubbelslag voor Stal PD, nu met Newton Renka. Een 3-jarige bruine ruin van boosterwinnaar uit El Pasa Renka. Gefokt door de familie Knipscheer, in eigendom dus van Stal PD. Trainer Bas Krewas en rijder Hilton Tjalsma. En we praten alvast even bij met Hiltje. Hiltje blijft op de kar zitten, dus we gaan meelopen. Hiltje, winnen doe je natuurlijk vaker, maar een dubbelslag op één dag, dat is wel iets speciaals. Ja, dat is zeker speciaal. En het ging top, het ging super. En ik vind ook, de koers wordt gesplitst. Bas, zet deze er nog voor mij bij. Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Ja, super gedaan over je rit. Hij leek af en toe wat moeite te hebben met de bochten, maar hij ging wel erg sterk door. Ja, maar een beetje moeite met de bochten. Hij is nog wat groen, dat kan je ook merken. Net zoals, dan lig je los. Nou, Suzanne naast me komt, dan heb je het bit een beetje vast. En dan de laatste bocht uit, dan kom je alleen te liggen. En hij zwalkt alle kanten uit. En dat is dan best soms wel even moeilijk om hem bij de les te houden. Maar goed gedaan. Proficiat. Dankjewel. Hiltje komt nog één keer terug voor een hand van de sponsor. En het bosbloemen van Marco Lagrande namens de Noordwest Ziekenhuisgroepprijs. En misschien dat we lopende weg nog een mooie foto kunnen maken voor het archief. En dat wordt op deze manier mooi opgelost. En dames en heren, geef ze een applausje. Newton Renka wint met Hiltje Tjalsma, de vliegende Friesin. De start is gevallen. Geweldig in het startschot valt Newton Renka. Maar aan de buitenzijde wordt ook Coral D afgeschoten. En zo gaan de paarden dan de eerste bocht in. En Coral D zou eieren voor zijn geld kunnen kiezen. Gaat het nu ook proberen. En komt op de rug van de koploper Newton Renka. En die brengt ze de rechte lijn voor de tribune in. Alle paarden hebben een prima beginfase gekend. Waarbij aan de leiding gaat... galoppade zien we trouwens in het veld voor Hilton de Bertrands. Aan de leiding gaat Newton Renka...
En die moet dat dan nog een drietal rondes volgen. Uitgeschakeld 7, gelap nummer 7. De tweede plaats Coraal D. Derde is Vastermo Castor. En op de vierde plaats Kolk P. En daarachter volgt dan de twee Mark Schermer. En die wordt dan gevolgd door aan de binnenzijde Samantha Stolker met paard nummer 8 Lois Lane. Alle paarden achter elkaar, de 6 overgebleven paarden althans, door de Greenheart Production bocht. En het ziet er goed uit voor de koploper Newton Renka. Die houdt hoog tempo met op de tweede plaats Coraal D. Daarachter hebben we dan Vastermo Castor. En ondanks dat het tempo niet al te laag is, besluit Yannick Mollema om zijn Mark Schermer in stelling te brengen. En die komt op gelijke hoogte met aan de binnenzijde Kolk P. En dat is ook voor Suzanne Wiedijk het signaal om haar paard naar het tweede spoor te nemen. Vastermo Castor. En die wordt daarmee de ideale gangmaker voor Mark Schermer. En dat is een tactische zet van Yannick Mollema geweest en die pakt goed uit. Paarden komen in de rechte lijn voor de tribune, straks nog 2 rondes te gaan en Hiltje Tjalsma die heeft zich eigenlijk nergens zorgen over te maken, heeft de leiding en wordt dan ook nog eens met rust gelaten met Newton Renka. Newton Renka, Coraal D en aan de buitenzijde Vastermo Castor, aan de binnenzijde een zuinige koers voor Kolk P. Zo kon hij ook mooi winnen op Everlord en aan de buitenzijde daar schuin achter Mark Schermer en achter Mark Schermer hebben we dan ook nog aansluiting voor Lois Lane. Aankop van het veld, Newton Renka. Lengte voor op de tweede plaats aan de binnenzijde. Nog altijd die Coraal D. En aan de buitenzijde hebben we dan paard nummer 1, Vastermo Castor. Achter Vastermo Castor zit paard nummer 2, Mark Schermer. Met aan de binnenzijde Kolk P. En aansluiting is er voor Lois Lane. Paarden ronden de bocht, komen ze dadelijk weer door de Boko-bocht op weg naar de rechte lijn voor de tribune. En dan bij het passeren van het ASA-hoefijzer nog precies 1 volledige ronde te gaan met aankop van het veld Newton Renka. En nu komt er wat druk aan de buitenzijde van Vastermo Castor. Die heeft verzameld in het dode spoor gezeten en gaat eens even kijken of die koploper misschien te knakken valt. Daarachter hebben we dan aan de binnenzijde het nummer 5 van Coraal D. Goed geplaatst, maar wel met de prop al uit de oren Mark Schermer. En daarachter hebben we dan aan de binnenzijde nog altijd die Kolk P voor paard nummer 8 Lois Lane. En ze gaan dan door de bocht op weg naar de overzijde van de maan. Doen dat voor de laatste maal. En Newton Renka versnelt. Vastermo Castor aan de buitenzijde moet op dit moment heel even passen. En daarachter hebben we dan aan de binnenzijde Coraal D. Met aan de wijde buitenzijde Lois Lane. En aan de binnenzijde probeert ook naar voren te komen die Kolk P. Maar die loopt zich daar toch een beetje vast. En Newton Renka die lijkt de zaken aardig onder controle te hebben. Als Lois Lane aan de buitenzijde nu sterk naar voren komt. En Coraal D. Zo dadelijk ook de ruimte hoop te krijgen. Het is aan de leiding. Nog altijd die Newton Renka. Maar daar komt aan de buitenzijde een geweldige outsider Lois Lane. Terug in topvorm. En die komt dichter en dichterbij. Met daarachter dan op de derde plaats aan de binnenzijde Coraal D. En die krijgt dan nog een aanval van Kolk P. Maar het is hier heel gemakkelijk ter zege. Paardje nummer 3. Oh jongens, het wordt wel een beetje krap daar naar de finish. Maar het loopt gelukkig goed af. Het is Newton Renka die het wint. Tweede is aan de buitenzijde. Nummer 8 van Lois Lane. En derde de 4 Kolk P.